Hallo allemaal, hallo allemaal. Een hele goede middag weer bij Corina en de beestenboer. Ja. Die ligt daar lekker op de bank. En er liep wat over de vloer. Dat is Eeuwin. Kandalf die stond bij de waterbak. Maar ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 4 januari. Het is 12:48. Ik was even met een broodje bezig, maar ik moest eerst ook nog bellen. Want ik had vanochtend vroeg een telefoontje gekregen wat ik niet gehoord heb. Ook op mijn huistelefoon heb ik niet gehoord. Normaal hoor ik dat altijd, maar ik ben ver weg geweest. Ja, heel ver weg in Dromenland. Dat was mijn surrogaatzusje. Hebben jullie met mijn verjaardag gezien? Die was vrijgezet, Wilma. Ze zal nog wel weer eens een keer erop komen. Maar die is momenteel meer met haar familie bezig. De moeder is vorig jaar overleden. De vader, die moet hoogstwaarschijnlijk geopereerd worden. Die markeert van alles en nog wat. Maar het gaat in ieder geval wel iets beter met hem dan ze hadden verwacht. Ze moeten woensdag ervoor naar Amsterdam. Dus ja, hoe en wat, ik niet weten. Maar oké, ik ga verder met mijn broodje, want Aster die komt ook straks weer. Dus dan weten jullie het wel weer. Weinig ruimte om even te vloggen. Maar dat doet er niet toe. Daar komen we later wel weer op terug. Als het er niet mee zit. En ik zou zeggen, geniet van jullie middag. Hier is het grauw, donkergrijs, want ik moet licht aan hebben. Zoals jullie zien. Anders wordt het weer te donker. Maar het maakt ook allemaal niet uit. Nee, is ook gezellig nog met die kerstboom. Ja, die gaat pas na de zesde weg. Ik begin eerst met klein spul en dan zo. Ja, het is maar net waar mijn vermogen ligt in mijn lichaam. Zoals nu. Zoals ik me nu voel, blijft het staan. Gosje, deken me, ja echt. Maar ja. Dat heb je hè, als je je lichaam behoorlijk veel pijn doet momenteel. Maar dat komt ook wel weer goed. Rustig aan, dan breekt het lijntje ook niet. Ik zou zeggen, tot later op de middag. Doei, doei. Ja, goedenavond lieve vrienden, daar ben ik weer. Astrid is net de deur uit. Dus ja, helaas pindakaas, mijn tweede filmpje voor vandaag. Maar maakt niet uit. Momentje, die loopt hier rond te vliegen. Hé? Wat nou? Wat is er? Tante Astrid weg, hè? Ja. Ja, ze stond klaar om naar buiten toe te gaan. En ja, normaal, ze rookt ook. Dus gaat ze af en toe ook even naar buiten om te roken. Doet ze de jas aan met die kou. En dan neemt ze Frodo ook even mee naar buiten. En dat, meneer die stond ook al klaar van, oh, jij doet je jas aan? Mooi, gaan we naar buiten toe. Want je gaat roken. Nee, ze ging naar huis dit keer. Maar ja, grappig is dat dan. Moet ik wel lachen erom. Hé? Ja, nou kerel. Ja, is lief. Maar ik wens jullie allemaal natuurlijk een hele fijne, jovele, prettige, liefdevolle avond. Ik ben nog steeds niet in orde hoor. Maar ik had de kandel buiten gelaten. Ja, daar was hij alweer. Zo. Ik zal eens even kijken. Kandalfie! Ja, man! Oh, gosje! En daar is madame Eeuwin, hè? Oftewel ons prinsesje, hè? Ja, die is ook zo lief, hè? Je traantje in je oogje? Hé! Hey. Ja, je traantje in je oogje? Hé? Hey. Ja! En Kandalf, die is ook steeds aan het niezen. En dat is mijn telefoon. Mijn telefoon gaat. Dus ja, helaas pindakaas. Vrouwtje is trots op jou, hè? Ja, je doet het allemaal zo goed, hè? Medicijntjes innemen, hè? Ja, en dan die hele grote pil van Dick en Pie. Hé? Je doet het goed, hoor, man. Ja. Nou, nog van dat plekje afblijven. Hij heeft daar nog een plekje op zijn... Ene voorpootje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Blijf staan.
Ja, ik denk het toch wel. Ja, daar zit hij iedere keer aan te flobberen. Wat eigenlijk niet de bedoeling ervan is. Want dan houdt hij het open. Want ja, zijn tong is natuurlijk zo ruw als ik weet niet wat. En dan scheurt hij het open. En dat is niet de bedoeling ervan. Nee, ik ben even met koffie gelijk bezig. Maar ik ben wel trots op hem hoor. Dat het zo goed op die medicijnen innemen. Nou, die ene, dat is toch echt wel een grote pil hoor. Nou, dat neemt hij, dat duw ik zo achter in zijn keelgat en dan slikt het zo door. Een andere hond zou je bij wijze van spreken bijten. Maar ja, wat doe je eraan? Het is hier even uitkijken met een poets. Hé, kan dat? Kan dat? Een mrouw? Hé? Is je mrouw? Hé? Is het miauw? En waar is Eeuwin? Waar is Eeuwin? Die zit daar, hè? Op de stoel, hè? Bij de eettafel. Hé, mij. Ja! Ja, is het zo? Is het echt waar? Oh! Heb niet zoveel te vertellen. Hé, wijfje toch? Nou dan. Mrouw? Maar oké, lieve vrienden, ik ga even genieten van een bakje koffie. En ik ben met een plaatje bezig voor op Facebook. En dan zal ik vanavond... ik weet niet. Ik vind de vlog momenteel een beetje te klein om eigenlijk op YouTube te zetten. Want ja, vandaag niet veel kunnen vloggen, omdat Astrid er was. Maar andere week boeit het me lekker niet. Nee, als ze dan hier komt, dan ga ik wel vloggen. Want wie komt er nog meer? Ja, het is een oudere dame. Die ook op de receptie voor Karin en Roderick was. Toen was ze eigenlijk voor de wet stout. Ja, en dat op die hoge leeftijd. Oei, oei, oei. Ze reed toen stiekem pietje zonder rijbewijs. Maar ze heeft hem, ze heeft hem. Ja, eindelijk heeft ze de rijbewijs. Dat tussen kerst en oud en nieuw. Dus ze komt vrijdag de 11e. Dat ik moet voor haar. Nou ja, moeten is dwang, maar ik doe het voor haar. Laat ik de kerstboom en alles laat ik nog hangen en staan. Want zij vindt het altijd zo mooi. Zo gezellig en zo sfeervol als ik dat heb hangen. En normaal gesproken had ze al geweest. Maar omdat de rijbewijs door hun toedoen verlopen was, was wel een tijd om een maat te vragen. Maar dan moest ze ineens een test doen. Ja, hallo. Had daar eerder mee gekomen, zeg ik dan op mijn beurt. Maar in ieder geval, zij heeft die test afgelopen gedaan en toen kon ze pas verder voor die rijbewijs. Nou, die heeft ze nou eindelijk dan tussen kerst en oud nieuw gekregen en nou komt de 11e deze kant op. Dus ik laat mijn kerstboom mooi tot na de 11e hangen en staan. Ja, na de 11e ga ik pas opruimen. Dus ja, normaal is na de 6e, nou het is even een paar dagen langer. Dus maakt niet zoveel uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Voor straks welterusten, lekker slapen met de mooiste dromen die je maar bedenken kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!